doen. Dus ik zou zeggen, de ventilatoren die mogen inmiddels aangezet worden. En dan geven we straks een teken dat ineens allemaal tegelijk de brandjes aan kunnen. Oh,
Yo,
Ook jij krijgt natuurlijk onze ovatie, een staande ovatie. Hij in het jaar 1998 alweer zijn brevet gehaald. Gevaren in Europa, gevaren in Mexico. Moet je eens voorstellen, als je in zo'n bandje staat, dan hoor je eigenlijk helemaal niks. Het enige wat je hoort zijn zo af en toe branders die boven je aanslaan. Het getik wanneer ze even uitstaan. Veel ervaringen van mensen die al terugkomen, die zeggen dan, we zijn toevallig over onze eigen woning gevaren. En onze contacten met de buren, die waren niet zo goed, maar vandaag hebben we gezien waarom. Dan zeggen ze van, er was een zoontje met de buren achter het huis, of daar was het niet al te netjes. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, als je in zo'n vaargebied ligt, woont waar heeft de luchtboel over gaan, en je denkt dat man niemand weet hoe mijn tuin eruit ziet. Ja, niks is meer geheim voor een wolkvader. Het blijft hangen boven hoogspanningskabels, boven bosgebieden. Ja, dan heb je een probleem, dan kun je niet meer vooruit, je kunt niet meer afsluiten. Dan is het wel eens problematisch om vanavond, zoals even gezegd, die nodig is voor de theoretische vakken als navigatie, meteo, Duitse oproep. Dat was laatste hete luchtballon. Het is natuurlijk geweldig. Marathon, Hans van Hoesel, afkomstig uit Den Bosch. 2600 vaaruur heeft hij op zijn naam staan. Heeft een eigen ballonvadersbedrijf, heeft gevaren in Letland, Qatar, USA, dus in Amerika. Zullen hete luchtballon van de Brandenburger Tor zal natuurlijk zo dadelijk hier op gaan staan. En dan weten we dat we zo dadelijk nog eventjes terugkomen. Dan gaan we zeggen van, het was mooi geweest. Dames en heren, jongens en meisjes, het was weer geweldig. Het was weer fantastisch. We willen graag volgend jaar jullie allemaal weer terugzien. Met wellicht nog meer bijzondere hete luchtballonnen. We zoeken altijd nog sponsoren. En volgend jaar met z'n allen weer graag terug. En van mijn kant, graag tot ziens. Graag. Tot volgend jaar. En dan zien we elkaar hier ongetwijfeld weer. Ik zeg dag. Mooi hè? Ja, alleen maar nog niet.